Er wordt gevreesd dat het dodental nog zal oplopen. Daken en trappenhuizen van een aantal gebouwen zijn ingestort. Een aantal bouwvakkers is daar mogelijk onder bedolven. Het reddingswerk gaat moeizaam door stroomuitval en verbroken communicatielijnen. Het epicentrum van de beving met een kracht van 6,8 was zo'n 20 kilometer buiten de stad Impal. Volgens lokale autoriteiten is daar nog nooit zo'n zware beving gevoeld.